Hallo, hallo. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Mathia en vandaag heb ik een giveaway voor jullie. De Sims heeft een nieuw accessoirepakket pakket gelanceerd: namelijk kristallen creaties. En ik mag drie van jullie blij maken met een code voor deze uitbreiding. En daar hebben we iets leuks voor bedacht. We hebben een creatiecompetitie. En wat je moet doen is een kamer maken helemaal geïnspireerd op de nieuwe uitbreiding van The Sims. Dus de kristallen creaties. Het moet dus gebaseerd zijn op dat accessoirepakket. Om je even een voorbeeld te geven, heb ik natuurlijk zelf ook een kamer samengesteld. Dus laten we daar eerst mee beginnen en dan aan het eind van de video vertel ik je hoe jij mee kan doen aan deze giveaway. Ik had een huis uitgekozen in die uh, tovenaarswijk in de Sims. Dat is een uitbreidingsversie ook. En ik besloot dat we een kelder gingen maken. En toen heb ik heel lang zitten stoeien met die trap. Hoe ik die wilde. En uiteindelijk lukte het allemaal niet. Maar ik dacht, ik wil een soort dungeon vibe krijgen. Het moeilijke hieraan is dat het snel lijkt op een kerker van de vampieren en zo. Ik heb wel veel... Vampierige dingen gebruikt. Ja, in een kerker vond ik toch wel echt dat er kaarslicht gebruikt uh, moest worden. Het was een beetje de vampieren vibe die ik aansneed. Plus de Hogwarts-Swijnstein vibe. Dus uh, daar ben ik voor gegaan. Wel uh, een beetje duister en groezelig en zo. Uh, maar een hele verschillende aanbod aan. Producten en spullen van verschillende uitbreidingspakketten. Nou, heel lang wilde ik dat die fontein op mijn tafeltje, maar dat lukte allemaal niet. Dus uiteindelijk niet voor de fontein gegaan. Um, ja, ik weet gewoon 100% zeker dat jullie hier nog zoveel beter in zullen zijn dan ik. Want Ik had natuurlijk eventjes gauw wat gemaakt voor deze video. En ik verwacht dat jullie lekker uitgebreid de tijd ervoor gaan nemen, om, uh, omdat je natuurlijk ook wat kan winnen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Nou. Uh, een beetje duistere dingen neergezet en toen dacht ik, ik wil stenen uh, in deze kamer. En ik kon eigenlijk geen stenen vinden, dus wel deze trap en een grafsteen. En uiteindelijk kwam ik toch ergens bij een leuke stenen terecht. Deze stenen. En die dacht ik, ah, die plaats ik daar. Vond ik toch wel iets kristalligs hebben. Dus dit was hem. Dat was dus mijn kamer. Ik weet 100% zeker dat jullie het veel beter kunnen. En mocht je dat willen delen met ons, dat kan. Uh, want dan kun je dus ook deze giveaway winnen van het nieuwe pakket. Wat je moet doen um, is uiteraard de kamer maken. Daar maak je dan drie screenshots van. En die deel je met ons op Discord. Je kunt eventueel een linkje erbij zetten naar jou, uh, als je hem opslaat in jouw galerij. Maar uh, je mag ook gewoon drie screenshots maken van uh, jouw. Jouw inzending. Uh, het linkje naar de Discord zet ik eventjes hier in beeld, maar ook in de beschrijving, zodat je daarop kan klikken en meteen naar het juiste kanaal voor deze giveaway gaat. Deze video komt online op 15 maart en dat betekent dat je een week de tijd hebt om deze creatie te maken, deze kamer. Dus op 23 maart, zeg ik dat goed? Nee, op 22 maart zal ik de winnaars bekendmaken. In de Discord en op mijn Instagram Story. Dus heel veel plezier met het creëren van deze kamer. En nou ja, misschien ben je wel een van de drie gelukkigen die de, deze uitbreidingspakket wint via mijn kanaal. Uiteraard moet je natuurlijk wel geabonneerd zijn op mijn kanaal om te kunnen winnen. Dus vergeet zeker niet te abonneren. En ik zie jullie graag bij een volgende video. Dankjewel voor het kijken. Doei.